Farhanas Housel, voormalig directielid van de centrale bank die achter de tralies zat voor het financieel benadelen van de staat, is voorlopig op vrije voeten. Dit bevestigt haar advocaat, Merwin Dubois, in een gesprek met de nieuwsdienst. De raadsman zegt dat de zaak nog niet ten einde is, maar dat het Hof van Justitie het verzoek alvast heeft ingewilligd om Housel voorlopig op vrije voeten te stellen. We hebben een verzoek ingediend op basis van artikel 61, waarbij we het Hof hebben gevraagd omdat mevrouw Housel reeds 2/3 van de toegekende straf had uitgezeten. Wordt het Hof dus gevraagd als ze dus eerder in vrijheid kan worden gesteld. En het Hof heeft dat verzoek volgende recht. Dubois zegt verder dat hij Housel nog niet persoonlijk heeft gesproken. Het verhoor voor de invrijheidstelling heeft telefonisch plaatsgevonden. Dit omdat de COVID-protocollen nog overeind staan. De zaak is niet afgesloten. Wat wel gebeurd is, is dat mevrouw Housel thans op vrije voeten gesteld is in afwachting van de behandeling van de zaak in hoger beroep. De regel, althans binnen de praktijk heb je dus die regel dat als je 2/3 van je straf hebt uitgezeten, dat je het Hof dus het verzoek kan doen op basis van artikel 61. En dat heeft allemaal te maken met het aanwenden van het rechtsmiddel van hoger beroep, waarbij dus vooralsnog niet een datum is geappointeerd. Dus binnen de rechtspraktijk wordt het uitgangspunt gehanteerd dat indien en voor zover het termijn van de behandeling van het hoger beroep nog niet bekend is, dat niet in het nadeel van de verdachte kan worden uitgelegd. De advocaat zegt verder dat er nog geen datum is bepaald voor de verdere afhandeling bij het Hof van Justitie. Housel kreeg eerder 3 jaar gevangenisstraf opgelegd door de kantonrechter.